De belangrijke stadsderby tegen Feyenoord staat voor de deur. Welkom bij Nieuwe Excelsior Thuis. Onze Excelsior vrouwen gaven 2 weken geleden het goede voorbeeld tegen Feyenoord. Er werd in eigen huis met 1-0 gewonnen. En die bal gaat binnen. Het doelpunt komt op naam van Chelsea Homan. De competitie wordt aanstaande zaterdag afgesloten met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag vrouwen. Succes ladies! Kom jij naar de stadsderby? Wees volledig up-to-date met alle info. Elke kaart moet op jouw eigen naam staan. Hiervoor controleren jouw ID-bewijs of deze overeenkomt met het ticket. Is dat niet zo? Helaas moeten we dan jouw toegang tot het stadion weigeren. Het fanplein en het stadion gaan eerder open. Wij verwachten veel drukte, dus wees op tijd. Ga massaal achter onze boys staan en stop met het gooien van bier. Geniet van de wedstrijd en van jouw biertje. Alle maatregelen weten? Check de website. Alles weten over het duel tegen Feyenoord? Matchfacts. 7 mei 2017. Moet ik nog veel meer zeggen? Start de beelden. Kolwijk en het is 3-0. Onwaarschijnlijk wat hier allemaal gebeurt. Kampioenskoorts in Kralingen. Het lukte nooit een elftal in de Eredivisie kampioen te worden bij Excelsior Rotterdam. In 2017 droop Feyenoord teleurgesteld af en in 2007 AZ. Drama op Boudestein. Dit seizoen hield Excelsior en Stijn van Gassel al 6 keer 0. Vaker dan in het volledig laatste Eredivisie seizoen. Kopbal die er niet in gaat, wel in gaat. Ja, nee. Van Gassel nog eventjes. En dat blijkt voldoende. Een jubileumwedstrijd voor Van Gassel. Onze goalie kan tegen Feyenoord zijn 75ste wedstrijd voor Excelsior Rotterdam spelen. Dankzij de zegen op Go Ahead Eagles evenaart Excelsior het seizoen 2010-2011. In dat seizoen werden ook 7 thuiswedstrijden gewonnen. Voor e-sporters Gio en Abdi is aanstaande zaterdag een bijzondere dag. Tijdens de KPN E-Divisie Finals strijden zij voor de eerste plek in de competitie. Succes boys! Een waardige poging van Pascal en Serrano. Op naar het volgende duo Mike en Nico. Start de tijd. De basis is een elftal. Ja. Als overtraining wordt gemaakt, wat krijg je dan? Een comeback in Spaans. Remontada. Ja. Waar je foto's naar elkaar stuurt. WhatsApp. Nee. Die gele logotje. Snapchat. Ja. Stijn is een keeper. Als je alleen op de keeper afgaat, is een ja, het stadion. Of oude stadion, hoe noem je het hier? Het oude stadion naam. Ja, wat hebben we zondag? Wedstrijd. Ja, en wat doen we als we 3 tegen 3 doen? Jouw support hebben we keihard nodig in deze belangrijke stadsderby. Met z'n allen achter onze boys. Tot in het stadion en tot de volgende thuis.